Ja, seksualiteit en autisme gaan niet samen. En daarom moet je seksueel gedrag ook niet bemoedigen. Sterker zelfs, je moet het ontmoedigen. En misschien zelfs wel bestraffen. Nou, dat was de gangbare opvatting in de jaren 80. En misschien ook nog wel een beetje in de jaren 90. Maar hoe zit dat tegenwoordig? Is autisme en seksualiteit nog steeds een taboe? En hoe beleven mensen met autisme hun seksualiteit? En is dat anders dan mensen zonder autisme? Ik wilde eigenlijk beginnen met een fragment uit een online behandelmodule over seksualiteit. In de module krijg je informatie en denk je na over seksualiteit. Zoals, hoe verandert je lichaam in de puberteit? Wat weet je al over seks? Wat wil je op het gebied van seks? Hoe gaat seks? Problemen na de seks? Seks op het internet. Veel plezier met de module over seksualiteit. Succes! Ja, u zag een fragment uit een online behandelmodule van het Dr. Leo Kannenhuis over seksualiteit. Ja, zo'n module zou in de jaren 90 niet gepast zijn geweest, want seksualiteit en autisme, je hoorde het niet te bemoedigen. Je hoorde er eigenlijk ook geen aandacht voor te hebben. Je kon er beter over zwijgen eigenlijk. Nou, dat gaan wij vanavond niet doen. We gaan er volop over praten. En gast is Jeroen de Winter. Welkom. Dankjewel. Ja, je hebt onderzoek gedaan, promotieonderzoek gedaan naar jongens met autisme en hun seksualiteit, ja. Hun seksuele ontwikkeling. Daar ga ik straks nog veel meer over vragen. Maar even terug in de tijd. Hè. We zagen net dat fragmentje van die behandelmodule. Maar in de jaren 90 was dat echt onmogelijk geweest? Ik weet niet of het onmogelijk was. Of niet gepast misschien? Nou, niet gepast weet ik ook niet zo. Maar het was zeker niet iets wat algemeen niet gedaan werd. Waar we op dat moment al wel aan veel jongeren in het gewone onderwijs vorming aan het geven waren rond relaties en seksualiteit, was het iets wat zeker niet standaard en zeker niet bij 12 of 13-jarigen standaard werd besproken. Ja. Het is eigenlijk nog zo kort geleden, hè, ja, dat er toch zo anders over werd gedacht. Klopt. En als je kijkt dan naar het onderzoek over dit onderwerp, dan zie je de eerste artikelen verschijnen aan het begin van de jaren 80. En zijn er tot op de dag van vandaag eigenlijk, of is het onderzoek nog heel erg beperkt en is er nog best werk aan de winkel, denk ik. Hoewel er ondertussen wel meer en meer aandacht is. Er worden modules ontwikkeld, er worden boeken geschreven, er worden vormingspakketten aangeboden. Dus we zijn daar zeker stappen voor aan te maken. Ja, en dat past misschien ook wel wat breder in de cultuur van deze tijd, hè? Ja, hoop ik in ieder geval. Hè. Waar we vroeger inderdaad veel aandacht hadden voor alles, of voor veiligheid en voor ongewenste zwangerschappen, SOA's en al dat soort van lastige dingen, is er op dit ogenblik inderdaad gelukkig veel meer aandacht rond positieve aspecten van seksualiteit en positieve aspecten van relaties en wordt er op een veel op een positievere manier mee omgegaan. Ja, wat is nou de moderne opvatting over seksualiteit? Van de moderne opvatting, ik vind de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt over seksuele gezondheid en stelt daarin heel duidelijk dat seksuele gezondheid niet alleen het ontbreken is van allerhande nare dingen zoals die ongewenste zwangerschappen of nare ervaringen, maar juist ook het ondersteunen en bevorderen van positieve ervaringen, het ontdekken van jezelf en jezelf ontplooien, ook als seksueel wezen. En ik denk dat daar, ondertussen is daar, ook ten aanzien van jongeren en volwassenen met autisme, wordt er ook op die manier gekeken naar seksualiteit. Hmm. Of meer en meer gekeken. Ja, als we nog kijken naar autisme en naar de kwetsbaarheden binnen autisme, hoe kunnen die een seksuele ontwikkeling in de weg zitten? De kenmerken die autisme definiëren of bepalen, die sociale en communicatieve moeilijkheden, de stereotype interesses, gedragingen, die kunnen op verschillende manieren, of het zijn vaardigheden die heel cruciaal zijn in sociaal contact, in het ontwikkelen van interesses, die kunnen ook een invloed spelen op dat sociaal, of op dat relationele en seksuele leven. Ik denk alleen, en ik hoop dat we daar in het onderzoek ook voldoende op hebben gehamerd, dat we niet moeten denken over de autist of de invloed van het autisme op de seksualiteit, maar eigenlijk juist aandacht moeten hebben voor mogelijke moeilijkheden of mogelijke kenmerken van individuele mensen en de invloed daarvan of de rol daarvan op hun seksuele en relationele ontwikkeling. Ja.
is natuurlijk een heel breed spectrum en dat geldt ook voor de seksualiteit. Klopt. En de beleving. Daarvan. Waar er sommige mensen zijn met autisme die het helemaal naar hun zin hebben en op een fijne manier met seks en relaties omgaan, zullen er anderen zijn die juist dat sociale moeilijker vinden, anderen die vastlopen op communicatieve aspecten en weer andere mensen die veel meer last hebben bijvoorbeeld van sensorische gevoeligheden of ondergevoeligheid. Ja. En zo is, denk ik, moeten we meer aandacht hebben voor die individuele verschillen. Ja. We gaan naar het onderzoek wat je hebt gedaan. Mm-hmm. Want wat wilde je nou eigenlijk onderzoeken en waarom? Ik denk dat ik in eerste instantie ook wel wat vertrokken ben vanuit die negatieve benadering. Ik werkte met jongeren die moeilijkheden waren geraakt rond hun seksualiteit. En wilde daar meer zicht krijgen op het verband met autisme. Maar eigenlijk werd al heel snel duidelijk dat er heel weinig onderzoek was naar de normale, gezonde ontwikkeling van jongeren met autisme. En hebben we heel snel beslist om daar of om die beter in kaart te brengen. Dus we hebben ingezet op het verkennen van wat zijn nu de seksuele ervaringen van jongens met autisme vergeleken met leeftijdsgenoten zonder autisme. Ja. Mag ik even tussendoor? Geen meisjes, geen vrouwen. Nee, klopt. En dat is zeker ook een gemis en zeker ook nog een aandachtspunt of nog een oproep voor verder onderzoek. Wij hebben ervoor gekozen om enkel jongens te betrekken in het onderzoek, vooral omwille van technische aspecten. Als je onderzoek wilt doen en allerhande statistische analyses wilt doen, heb je een grote groep nodig die homogeen is. Dus we wilden geen meisjes en jongens in dezelfde groep. We wilden minstens 50 jongens per groep en 50 meisjes zoeken. Was iets van op dat moment wat we niet dachten te kunnen realiseren in de tijd die we ervoor voorzien hadden. Maar ik denk echt dat het belangrijk is dat er ook nog verder wordt gekeken naar of er nu verschillen zijn en waarom die zitten bij jongens en meisjes met autisme. We gaan even naar de jongens. Hè. Even voor het gemak, je hebt 50 jongens met autisme en 50 jongens zonder autisme. Hè. Onderzocht je met elkaar vergeleken, toch? Net iets meer jongens zonder autisme. We hebben 50 jongens gezocht, die bij aanvang van het onderzoek tussen 15 en 18 waren, normaal tot hoger begaafd waren en in de regio rond Noord-Brabant en Vlaanderen woonden. En we hebben die gematcht, of we hebben een controlegroep of een groep jongens zonder autisme gezocht die zoveel als mogelijk geleek op die groep, behalve dan in hun autisme. Ja, en dan gaan we naar de conclusies, hè? Want wat kwam daar nou uit? Ja, wat dat heel fijn was, was dat we hebben eigenlijk in eerste instantie gekeken naar de seksuele ervaring van die jongens. En als we keken naar de seksuele ervaring die jongens rapporteren als ze 15 tot 18 zijn, dan kwam daar eigenlijk geen verschil uit. Geen? Nee, zijn er evenveel jongens met autisme als zonder autisme die ervaring hebben. Eigenlijk zijn ze op dat moment, hebben de meeste jongens op dat moment al ervaring met masturberen en heeft iedereen of zijn de meeste jongens wel eens klaargekomen. Het is maar een heel kleine groep die op dat moment helemaal geen ervaring heeft met seksualiteit. En dan zien we dat op dat moment, of tussen 15 en 18, toch al ruim een derde ook ervaring heeft met een partner. We hebben die jongens een tijdje gevolgd. We hebben dus opnieuw in kaart gebracht hoe het met die ervaring zat of 2 jaar later. Toen zagen we dat de toename van de ervaring met een partner die we bij jongens zonder autisme zien, bij het ouder worden, dat we die ook zagen bij de jongens met autisme. Alleen zagen we dat daar een net iets grotere groep jongens met autisme was die op het moment dat ze 18 tot 20 waren, nog geen ervaring hadden opgedaan met een partner. We zijn een aantal van die jongens gaan opzoeken en we zijn open met hen in gesprek gegaan over hoe zij seksualiteit ervaarden. En uit die interviews kwamen wel een aantal aspecten die mogelijk iets vertellen over die groepen. Zo zagen we dat er een aantal jongens waren die nog geen ervaring hadden, die bijvoorbeeld aangaven dat het heel moeilijk was om te om voor zichzelf te herkennen wat dan hun verliefdheid was of opwinding was. En voor wie het dus ook veel moeilijker was of minder relevant was om met seksualiteit bezig te zijn. Mm-hmm. Maar een aantal jongens die alleen of vooral solo-ervaring hadden en wel eens verliefd waren geweest. Waarbij dat er, net zoals in de groep jongens zonder autisme, een aantal waren die nog geen ervaring hadden met een partner, wat prima normaal is, past ook bij de ontwikkeling. Alleen zagen we daar in de interviews dat een aantal jongens aangaven dat ze dat eigenlijk best lastig vonden, dat ze nog geen ervaring hadden met een partner, om wel verschillende redenen. Er waren een aantal jongens die het gevoel hadden dat ze minder kansen hadden, doordat ze op een school zaten waar vooral andere jongens zaten, of op een plek woonden waar ze vooral andere jongens tegenkwamen en daardoor minder kansen hadden om bijvoorbeeld een meisje of een partner tegen te komen. Er waren best wel jongens die op basis van hun ervaringen in sociale contacten onzeker waren of er overtuigd waren van geraakt van goh, het is zo moeilijk om bijvoorbeeld al vrienden te maken, relaties zal helemaal ingewikkeld worden of die communicatie die daarbij te pas komt, gaat niks voor mij zijn.
Maar ook jongens die inschatten van, goh, ik hou zo van mijn eigen territorium of mijn eigen ruimte en van voorspelbaarheid, dat ik eigenlijk het idee dat er mensen daarin komen binnengewandeld. Geen andere binnendringen, nee. Dus er waren eigenlijk heel veel verschillende redenen, of een aantal jongens die aangaven dat ze best het lastig vonden dat ze nog geen partner hadden gevonden. En waarbij dat de interviews wel duidelijk maakten dat een aantal jongens op die sociale communicatieve moeilijkheden botsten. Ja. En dan zagen we nog een groep die wel ervaring had met een partner. En daar zagen we heel diverse ervaringen. Een aantal heel positieve, normale, leeftijdsadequate. Eigenlijk een heel positief beeld, toch? Ja, maar in het algemeen echt een positief beeld. In die zin dat seksualiteit, het was in ieder geval duidelijk dat seksualiteit een relevant thema was. Maar het onderzoek liet ook wel zien dat een aantal jongens toch tegen een aantal moeilijkheden aanliepen die we al benoemd hebben, of ook wel in moeilijkheden geraken en een enkeling ook een grensoverschrijdend gedrag had gesteld en daardoor ook best fors in moeilijkheden was geraakt. Dus het is een genuanceerd beeld. Hè. Ik denk dat onze conclusie is in ieder geval dat seksualiteit en relaties ook relevant zijn voor jongens met autisme. Zelfs voor diegenen die eigenlijk niet bezig zijn met of geen opwinding ervaren, zagen we dat die jongens ook aan het nadenken waren van wat betekent dat dan? Ben ik dan aseksueel of ben ik dan anders? Hè? Dus ook nieuwe jongens waren daarover aan het denken. Wel, ik denk als we iets kunnen doen om mensen te ondersteunen, is het op dit ogenblik denk ik met hen in gesprek gaan en daar heel open en duidelijk en concreet in zijn. En zorgen dat jongeren weten hoe de dingen werken en dat ze ook weten dat als ze vragen hebben, dat ze daar ergens mee terecht kunnen. Ja. Ik heb ter afronding, want de tijd schrijdt voort. Oh, okay. We gaan zo over naar de vragen die gesteld worden. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat er allemaal in de chat binnenkomt. Maar ik heb een aantal stellingen ter afsluiting van dit gesprek opgeschreven. En die kijken even naar de techniek of die ze kunnen inschakelen. De eerste stelling is, jongeren met autisme en ASS worden regelmatig verliefd. Is dat waar of is dat niet waar? Dat is een goede vraag. Over die regelmaat weet ik niet zo heel veel op basis van mijn onderzoek of van ons onderzoek. Dat ze verliefd worden, of evenveel jongeren met als zonder autisme rapporteren in ieder geval dat ze wel eens verliefd zijn geweest. En uit de onderzoek, uit de resultaten of de gegevens die we nu hebben, zijn er geen redenen om te zeggen dat jongeren met autisme minder verliefd zouden worden. Er zullen er zijn die minder verliefd worden en anderen niet, denk ik. Ja. Tweede stelling, jongeren met ASS hebben net zoveel interesse, ik moet eigenlijk zeggen jongens met ASS, hebben net zoveel interesse in relaties en seks als andere jongens. Jongens zonder autisme. We komen terug bij mijn knelpunt aan het begin van dit gesprek. Het is wel lastig om het zo te veralgemenen. Want jongens met autisme, net alsof dat alle jongens met autisme... Waar neig je toe, waar of niet? Ik ga je er niet op vast timmeren, maar... Nee, ik denk dat we weinig, daar weinig over kunnen vertellen. En ik denk dat er een aantal jongens zijn die... ik denk dat in het algemeen weinig redenen zijn om te bedenken dat jongeren met autisme minder seksuele gevoelens hebben dan jongens zonder autisme. Dat is wel antwoord. Okay. Derde stelling. Jongeren met ASS hebben net zoveel ervaring met seks als andere jongens. Wat ik met zekerheid kan zeggen op basis van ons onderzoek is dat net zoveel jongens met autisme als jongens zonder autisme ervaring met seks rapporteren of aangeven. Maar we hebben niet zoveel gegevens om te zeggen dat ze evenveel ervaring rapporteren. Hè. Dat zegt meer iets over hoe vaak ze doen of welke ervaringen ze allemaal gehad hebben. Ja, ja. Internationaal... Het feit dat je al moet nadenken betekent toch dat er wel degelijk ook... jongens met ervaring zijn. Ik denk dat er een grote groep is die ervaring heeft met seks en relaties. Wat we zien in onderzoek bij volwassenen is dat er een groep, en uit het onderzoek wat we nu hebben, lijkt er een groep hetero mannen te zijn die wat langer, of die meer tijd nodig hebben, die in de loop van hun dertiger jaren... Carrière. We zien een groepje prille dertigers die op dat moment wel voor zichzelf duidelijk heeft dat ze verliefd worden op vrouwen, maar nog geen ervaring hebben of ook aangeven dat ze het moeilijk vinden om een partner te vinden. Ja. Maar op dat moment zijn er zeker mannen zonder of met autisme die al wel een partner hebben gehad. Dus ik denk dat heel erg belangrijk is om juist die toch elke keer naar het individu te gaan kijken en met mensen individueel te gaan kijken. Het gaat mij nu ook niet om het algemene beeld, ja. Proberen te schetsen. Stelling 4. Ouders onderschatten de seksuele ervaring van hun kinderen met autisme. Het
ons onderzoek. We hebben aan de ouders van de jongens die deelnamen gevraagd om aan te geven of zij dachten dat hun kind al ervaring had met die verschillende solo- en partnergerichte seksuele gedragingen. En wat we daar in ieder geval vonden, was dat er minder ouders dan jongeren hebben aangegeven dat ze dachten of minder ervaring hebben aangegeven. Dus er waren een aantal ouders die de seksuele ervaring van hun kinderen duidelijk onderschatten. Ja. Nu, op zich is dat niet anders dan in de algemene bevolking. Als we kijken bij jongens zonder autisme... Gebeurt ook. Ook daar hebben ouders de neiging om wat te onderschatten. En ook, is niks speciaals eigenlijk, hè? Ook ik ging niet vertellen toen ik voor het eerst was klaargekomen dat gebeurd was. Hè. Dus op zich is dat ook niet zo heel vreemd. Ja. Het is misschien zelfs een goed teken, want dat betekent dat deze jongens in ieder geval niet in het openbaar of op een manier hebben gedaan waarop ze in moeilijkheden zijn geraakt. Ja. Ja. De laatste stelling, homoseksualiteit komt meer voor bij jongeren met autisme. Nog zo'n dilemma. Eerder onderzoek lijkt dat steeds te suggereren. Wij hebben het gevraagd aan de jongens en wij vonden net iets meer jongens die aangaven dat ze wel interesse hadden. Maar dat verschil was niet significant. Dus eigenlijk, als we heel streng zijn, vonden wij niet meer jongens die aangaven dat ze ook geïnteresseerd waren in seks met een andere jongen. Of naast seks met meisjes. Er is ander onderzoek en er lijkt onderzoek aan te komen dat opnieuw toch zou bevestigen dat er net iets meer jongens zijn of net iets meer mensen met autisme zijn die zich ook aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Maar het is wachten op die gegevens. Ja. Ik wil eigenlijk overgaan naar de vragen van kijkers. We hebben verschillende vragen binnengekregen. En ik heb hier een briefje inmiddels onder mijn neus gekregen met een aantal vragen. Mm-hmm. Ik weet niet of ik ze allemaal doe, maar de eerste vraag, waarom... Wordt er een verband gelegd tussen autisme en seksualiteit? Ik ben blij dat er een verband is tussen autisme en seksualiteit. In die zin dat seksualiteit gewoon relevant is voor mensen, ook met autisme. Punt. Waarom er een verband wordt gelegd tussen seksuele problemen en autisme? Ja, dat heeft wat te maken, denk ik, met het feit dat mensen, of met het gegeven dat mensen met autisme, die een aantal op sociaal en communicatief gebied en gedragsmatig gebied een aantal moeilijkheden hebben. En vaak daarnaast ook nog bijkomende angst- en stemmingsklachten hebben, medicatie nemen, minder voorlichting krijgen. En daar zijn er allerhande factoren die niet alleen te maken hebben met de jongeren zelf, maar ook met hun omgeving en met behandeling, die wel van invloed zouden kunnen zijn op die seksuele ontwikkeling. Ja, kijk, alleen al vanuit de geschiedenis is het logisch dat je die vraag stelt. Ik bedoel, die terughoudendheid in de jaren 90 is niet goed geweest, zou ik maar zeggen. Ja. Transgender en autisme, is daar een verklaring voor? Is er een relatie überhaupt tussen autisme en transgender? Problematiek? Een beetje hetzelfde als bij die bij de LGBT-jongeren. Een aantal onderzoekers die hebben gekeken in groepen jongeren die transgender of genderdysfoor waren, vonden dat er in die groep meer jongeren waren die autisme-kenmerken hadden. Het aantal onderzoeken daarover is echt nog heel erg beperkt en gaat over heel kleine aantallen. Dus eigenlijk denk ik dat wij op dit ogenblik niet kunnen besluiten dat er een verband is. Maar er zijn recent twee artikelen verschenen die de literatuur er hebben op nageslagen en eens gaan kijken van, goh, als we dat nu allemaal samenvatten, wat komt daaruit? En het ene onderzoek besluit dat er wel een verband is en de andere review besluit eigenlijk dat we niks kunnen zeggen en dat niet duidelijk is of er een verband is. We zien een aantal jongeren en ik denk dat we met hen heel open in gesprek moeten over hun identiteit en over de ideeën die zij daarbij hebben. En dat een aantal van deze jongeren ook recht hebben op behandeling en begeleiding vanuit hun genderteam. Ja, ik moet een einde maken aan dit boeiende gesprek, want de klok die tikt aardig door. Bedankt voor deze bijdrage en voor al die informatie. Dit was het voor vandaag. We zien u graag terug bij een volgende uitzending.